De Arnhemse Raad sprak over de kadernota veiligheid die hen door de burgemeester is voorgelegd. Ik sprak met burgemeester Ahmed Marcouch en diverse belanghebbenden. Kunnen we even uitleggen, die kadernota veiligheid, een redelijk lijvig document, maar wat staat er nou precies in? Veiligheid is voor Arnhem heel belangrijk en voor ons eigenlijk allemaal. Het is de grond onder onze voeten om onderwijs te volgen, te werken en eigenlijk een goed leven te hebben in Arnhem. En ik zie daar in Arnhem grote verschillen tussen wijken. De ene wijk is veiliger dan de ander. En dan gaat het soms over drugsoverlast, het gaat over criminaliteit door jongeren gepleegd. Maar het gaat ook over hennepplantages die een risico in zich hebben dat er brand kan ontstaan, bijvoorbeeld in woningen. Het gaat over georganiseerde misdaad, het witwassen van geld, bijvoorbeeld in onze winkelstraten of in ons uitgaansgebied. En de kadernota, die heb ik naar de raad toe voorgesteld om eigenlijk als raad samen de prioriteiten vast te stellen om Arnhem veiliger te maken. Wat vindt u van de kadernota die op dit moment voor ligt? Zoals die voor ligt, daar zijn we heel tevreden mee. Omdat uiteindelijk veiligheid is ons vak. En die komt vanavond met name heel groot aan bod. Het ging vanavond zoveel over prioriteringen. Wat zijn voor u nou speciale prioriteiten die u er even uit zou willen lichten? Nou, wat op dit moment speelt is in ieder geval cybercrime. Dat is echt een punt waar we extra aandacht op gaan vestigen. Ondermijnende criminaliteit is echt een punt waarvan we zeggen van nou, daar zijn we volop met elkaar over in gesprek. Om daar meer handen en voeten aan te gaan geven. Denkt u dat u daar ook mee gaat redden? Capaciteit is een schaars goed. Dus we moeten ook goed prioriteren, ook goed kijken van waar we onze capaciteit op in gaan zetten. Maar uiteraard zijn wij blij met het resultaat dat we er inderdaad mensen bij krijgen. En die kunnen we goed gebruiken. We herkennen dat er aandacht moet zijn voor kindermishandeling, huiselijk geweld, verwarde personen, jeugdcriminaliteit. Woonoverlast zien we ook veel in de wijken. En mooi is in deze kadernota dat het ook vanuit, het is een stedelijk programma, maar het is ook de vertaling naar de wijken. De wijkaanpakken gaan daarin. Ik denk dat dat heel goed is en aansluit bij hoe we nu werken. Wat vond u van deze kadernota? Nou, ik vind de kadernota, ben ik heel blij mee. Het is een, wat mij betreft een heel erg voortvloeisel uit van de samenwerking zoals die op dit moment al wordt uitgevoerd. We zijn vooral gericht op het werken met jongeren, onze straathoekwerkers, onze hulp op school. Om te verzorgen dat problemen dat die voorkomen worden. En daarin is voor ons heel erg belangrijk het werken in de wijk. Samen met de wijkagenten, met de andere partijen. Om vooral te voorkomen dat er veel overlast is. Ik ben ontzettend blij dat in de kadernota het veiligheidsdomein en het zorgdomein voor huiselijk geweld en mensenhandel aan elkaar verbonden wordt. Meestal worden wij besproken in beleidsplannen die in het zorgdomein zitten. Maar ja, huiselijk geweld heeft natuurlijk ook een veiligheidsaspect en in het veiligheidsdomein. Wij bieden niet alleen hulpverlening, maar ook het deel wat de politie doet, het Openbaar Ministerie enzovoort. Dat moet bij elkaar komen eigenlijk. Je moet niet alleen hulp bieden aan wat men dan slachtoffers noemt. Maar ook daders en alle betrokkenen in zo'n gezin of in een netwerk waar huiselijk geweld zich afspeelt, die moeten onder de loep genomen worden.